Welkom bij aflevering 214 van de Vierkante Paal. We konden ons zondag niet van een driepunter verzekeren. Meer zelfs, penalty voor Anderlecht, zei Frank de Blekere. Van alle matchen van Antwerp was dit een van de blekere. Zijn onze titelambities nu eerder onzekere? We maken ook nog reclame voor onze vandaag in Ekeren en dat we donderdag in Beveren gaan bekeren. Ik ben Thomas Limbroek. Ik ben Ziggy Sia. En ik lieg plat van het lachen. Welkom. Palassen, rijmen zeg, en dichten. Wat denk je, zeg, dat op een doordeweekse maandagavond zo? Ja, ja, zo even snel uit de mouw geschud. Wat cultuur door de boksen. Ja. Proper. Nu dat die Antwerpse stadsdichters er allemaal de brui aan geven, is dit bij deze mijn sollicitatie. De rest kan inpakken, dat weet ik ook. Hè. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ik heb nog lang gewacht met hen zo te vernederen. Maar die staat. Gasten, welkom. Goedenavond, dank u. We zijn maandagavond. We hebben gisteren geshot. De laatste thuismatch van 2022, Bob. Correct. Pijnlijke zaak. Ja, en wat de ene Hans Bressing vandaag op Twitter schreef, laatste thuismatch. En we zijn, oh god, toch garme, 7 november. Ja. Ja, dat is voetbaljaar, hè? Dat is vroeg, ja. Ja, het is... Ja. En dan vooral omdat je moet stoppen voor een WK in effing Qatar. Dat is helemaal... slaat op niks. Maar... Ja. Wij gaan het niet veranderen, Bob. En de Ziggy ook niet. Denk ik. Nee. Nee. Hè? Nee. Ik kan een Bozuil missen en de Great Old. Ja, de Great Old, ons... die kan natuurlijk wel open gaan. Hè? Dus, ja, dat is waar. Ah, voilà. En we hebben ook nog de Expo van Vic Mees. Ik heb er juist mijn ticketjes gekocht. Zaterdag 12 november zal ik er zijn. Dus voilà, nog een Bozuil bezoekje. Ja. Goed, hè? Ja, de laatste thuismatch van 2022. De bepaalde leden van de harde kern dacht dat moeten we vieren met een soort van... nieuwjaarsvuurwerk, Ziggy. Het was mooi, hè? Ik heb mijn kameraden slash buren op tribune 4 drie kussen gegeven. Ja, een sigaar opgestoken. Hè. Ja, de beste wensen en een goede gezondheid. Ja. De beste wensen was eigenlijk ook wel 3 punten pakken, maar daar is er dan helaas niet van gekomen. Nee. Ja, vuurwerk op een bos, dat was even geleden, hè, Bob? Toch dit seizoen nog niet al te veel gezien. Ik ga even de partypoeper zijn. Ik heb niks met vuurwerk. Ah, nee, joh. Dus, dat zou kunnen dat het lang geleden is. Ik weet dat niet. Jij registreert dat gewoon niet. Ja, nee, dat is zo. Ja, ik heb daar weinig mee. Als die mannen dat willen doen, doe maar. Hè. Ja. Ik bedoel, zolang dat ze dat op een iets wat veilige manier doen en niet zoals 3 onverlaten dat toch nog op het veld smijten als het bijna uit is. Ja, kijk. Maar ik heb er weinig mee. Oké, duidelijk. Nu, ik ben er ook een geweldige fan van. Ik heb er ook niks tegen, zolang het dan in de eigen tribune gebeurt. Net dat niet naar de kop van de keeper van een tegenstander wordt gesmeten of naar onschuldige mensen in andere tribunes. En zo, dan denk ik van, joh, doe maar op. Als dat, zeker als het veilig kan, mij niet gelaten. Het was wel... Dat is plezant. Ik ben al blij dat ze het niet vorige keer hebben gedaan met die mail en tifo erbij en zo. Want dat het lichtjes riskant geweest met zo'n 6000 vierkante meter papier boven je kop. Ja, nou, de Sweetelbrand, de Bozuilbrand. Ja. Nee, dat mag niet gebeuren. Nee. Goed, we hebben gespeeld, we hebben gevoetbald. Toch iets gedaan dat erop trok. Einde verhaal. Ja. En dit was aflevering 20. Bedankt om het luisteren. Nee, gelijk gespeeld, 0-0 tegen Anderlecht. Ik had iemand bij die nog niet zo vaak naar het voetbal is geweest, laat staan in Antwerpen. Dat is een derde of vierde keer of zo. Ik heb hem even moeten inleiden van Anderlecht. Even. Iedereen kent Anderlecht, maar ja, leg het maar eens uit, de situatie waaruit die zitten. Die stonden 11e of zoiets in een hart. Maar uiteindelijk, ik zei hem, ter voorbereiding, dat is eigenlijk... een betere ploeg dan de 11e plaats doet vermoeden. Bob, dat is toch wel juist? Of niet? Ik weet dat niet. Waren wij zo slecht? Zijn wij, moeten wij eigenlijk 11e staan? Ik vond ons zeker niet goed. En ik vond dus Anderlecht ook niet goed. En of dat die beter zijn dan plaats 11? Ja, misschien plaats 8 of 9, denk ik.
Daar zitten een paar leuke shotters tussen. Ja. Maar, sorry, naamgenoot Martinez, daar zitten geen wereldshotters bij die je mee moet pakken naar dat effing WK in effing Qatar. Mm-hmm. Ik vind dat een redelijk gemiddelde ploeg. Oké, okay, fair enough. Vertonghen was daar ook nog niet eens bij, Ziggy. Last van zijn kuit, hè? Ja, nog gaan. Dus dat is een hoe moet ik het zeggen? Nogmaals een niveaudaling in de verdediging van Anderlecht. Die moest dan met De Bast, natuurlijk gerenommeerd international, Zeno De Bast, en Delcroix staan. Maar we hebben hem toch niet al te veel kunnen bedreigen daar centraal van achter. Dus wie lacht er dan het laatst? Ja. Bobby Martinez, hè? Tja, is dat een verdienste van dat duo? Of was het gewoon bij ons te onmondig? Mm. Ik zal het diplomatisch in het midden laten. Hun gemiddelde van geleefdheid ging ook ineens plots terug naar beneden. Want het is op zich een redelijk jonge ploeg. Mm-hmm. Maar zoals een Bob zei, ik vond Anderlecht alles behalve spectaculair en sprankelend. Zoals hun palmarès eigenlijk doet uitschijnen. Mm-hmm. En ik vond onze ook ondermaats. Mark van Bommel was eigenlijk een beetje soortgelijk in zijn reactie. Hè, dat hij het allemaal net niet goed genoeg vond. Hoewel dat hem er toch winst in zag bij ons. Dat zal mogelijk zijn door de waterkansjes die dan in de tweede helft zijn gevallen. Ja. Maar die blijven mij toch ook niet echt super hard bij of zo. Ja. Ik zou toch ook wel zeggen dat wij verdienden om te winnen. Nu, ik heb wel een rood-witte bril natuurlijk. We zullen eens even kijken naar onze opstelling. Niet veel verrassingen, aangezien dat Sammy USA geblesseerd is. We hebben nog geen podcast gehad om het daarover te hebben. Een kuitbeenbreuk, als ik dat juist heb begrepen. Scheenbeen, dacht ik. Scheenbeen, excuseer. Ja, ik heb daar een paar been erin. Kijk nou, als ik kinesist. De ene al dikker dan de andere. Correct. En er zit dus een barstje in een van die twee en dat moest dan geopereerd worden. Of niet? En weet iemand, is dat gebeurd op training? Is dat gebeurd met Halloween te zot? de te gaan springen. Trick or treaten en ergens over een durpel gestruikeld? Nee, ik weet niet wat gebeurd is. Ik ook niet. Ik ben even het officiële bericht aan het zoeken op de website. Maar... Het bericht dat ik gezien heb, was gewoon van de heer Sam Vine zelf. Dat hij zei van ups en downs en... En ik heb met een tibia gebroken, dacht ik. Een tibia, ja. Nee, de club heeft er ook al iets over gezegd, maar ik ben het aan het zoeken. Ik dacht dat het op training was, maar we zullen het even... Goeie podcast hier volhullen, zolang dat Thomas het even hier opzoekt. Je mocht al over de rest van de opstelling gaan. Dus Bataille komt in de plaats van onze vriend Vines. Verder geen verrassingen, behalve dat Stengs blijft staan. Balikwisha, Ekkelkamp en Jansen, de andere aanvallende spelers, Youssouf Gerkes in de midden. En dan vraagt dan nog Pacho Alderweireld. En De Laat. Geen verrassingen, denk ik, hè, behalve dan Bataille. Ja, doe maar Ziggy. Dat was uiteindelijk ook geen verrassing, denk ik. Hè. Er blijft de spoeling eens doen op de backs. En ik denk dat het ook al vrij snel duidelijk was dat de Gaston Avila bij de Young Reds opgeroepen was. Mm-hmm. Dus die zou wel zeker niet voor ons opdraven gisteren tegen Anderlecht. Hetgeen wat je dan misschien nog wel kunt over twisten is het dan de ideale plek om Bataille dan links uit te spelen, waar dat we eigenlijk een perfect tweevoetige Richie De Laat hebben, Thomas. Dus ja, dat was misschien het enigste merkwaardige dan aan dat verhaal, vond ik. En ik vond dat ook redelijk snel duidelijk werd. Maar... Ja, om het daar maar meteen over te hebben. Wij hebben elkaar ook al gesproken net na de match. Nog wat nagepraat. Dus ik kan het hier nog eens naar boven halen. We hebben nu 3 spelers die tegen hun voet op een flank staan. Hè? Om niet te zeggen Bataille op de back. En dan Balikwisha links van voor, Stengs en rechts van voor. Tegen hun voet, allemaal. En ik vond echt tegen Anderlecht dat je de beperkingen zag van dat systeem, want er is weinig zo eenvoudig voor een verdediger dan verdedigen tegen een gast die stijf links en op de verkeerde kant staat. Want dat is gewoon wachten totdat hem terugkapt.
En keer op keer op keer gebeurde dat. En ook niet alleen de verdediger op zijn eigen, maar ook tactisch. Als coach van de tegenstander is het dan heel eenvoudig, want je laat dan ook nog eens de andere centrale verdediger gewoon meteen uitstappen. Want je weet toch dat jij niet terug naar de andere kant gaat kappen, want jij voet deed hem niet. Dus het enige wat hij kan doen is recht in de voeten van de centrale verdediger lopen. Dus ik denk, we hebben het systeem gezien, geëvalueerd. Het is niet goed uitgedraaid. Laat ons dat veranderen. Bob, wat denk jij? Ik steek allemaal de schot op Robbe, die een jaar getoond dat je dat wel eigenlijk, dat je tegen je voet enorm succesvol kunt zijn. Robbe Kirijnen. Ja, inderdaad. Arjan Robbe Kirijnen. Van Bayer en Beerschot. Nee, ja, het werkt niet. Ik snap het ergens wel. Hè. Ik bedoel, als je inderdaad, zoals een Robbe, inderdaad naar binnen kunt snijden. En Benson het op standaard. Benson is een keigoed tegenargument, maar die heeft wel dat talent van die korte bewegingsjes van naar binnen kappen en dan meteen die snelheid maken en zo snel mogelijk schieten. Zowel Stengs als Balikwisha doen dat niet. Hè. Die kappen naar binnen en dan... Nee, maar Benson kan alleen maar klein bewegingen maken. Want... maar wel heel schoon klein bewegingen. Ja, zeker. En hij is aan het ontploffen in de championship. Dus go Benny. Nee, en over onze wingers. Ik hoor, en ik ga er voor het grootste deel wel mee akkoord, dat iedereen is Stengs op de bank aan het roepen. En hij is inderdaad niet beslissend genoeg en hij scoort niet genoeg. En hij scoort niet, jawel. Hij scoort van het buitenspel. Maar, dus ik snap, er is een kritiek. Maar wat ik niet snap, is dat Balikwisha niet die commentaar krijgt. Mm-hmm. Want die is even min gevaarlijk. Ja, maar die loopt niet twee keer op vijf minuten de bal over de zijlijn waar het niet nodig is. En zo. Dat zag je ter abzijde. Ter abzijde dan. Had je freinen niet goed staan afgesteld dan. Zou dat dan ook niet liggen aan dat Balikwisha iets meer krediet heeft, omdat hem dan ook recentelijk terug uit blessure komt, et cetera? Ja, en goed gespeeld al, een paar matchen ervoor. Het is dat Balikwisha toch al meer heeft getoond, langere periode nu al bij ons en Stengs, dat je meer krediet krijgt. En ja, ik heb daar wel een mening over. Ik vind het eigenlijk aanvallend dat je dat tegen uw voet spelen vaak, dat vaak minder erg is dan op de back. Op het niveau, het lage niveau dat ik zelf speel, is dat één ding dat ik altijd heb gezegd. Ik heb geen probleem, ik ben flankspeler. Ik heb geen probleem op de back te spelen, maar zet me alsjeblieft niet tegen mijn voet. Mm-hmm. En op een niveau zoals de hoogste klassen in België, wordt dat snel pijnlijk duidelijk. Dat je dan gelimiteerd bent in je kunnen en doen. Ja. We hebben dat duidelijk ook gezien. Als je als opkomende back moet drijven met je voet die aan de binnenkant van het veld is, dat geeft problemen. En zeker dan als je middenveld een beetje te statisch is en niet genoeg schwung geeft in het spel, dan wordt het moeilijk. Om het met Bob Peterson woorden te zeggen, dan weet je dat het moeilijk wordt. Ja, maar ook voor de aanvallend ingestelde spelers, wat er nu heel weinig gebeurt, is crosses, dat is voorzetten, tegen de achterlijn. Dat zien we kan nooit. Dat is ook gewoon een beetje uit het moderne voetbal, heb ik de indruk. Maar wij hebben Jansen en wij hebben Frey, die eigenlijk allebei zeer geschikt zijn om aan het einde te staan van zo'n harde cross. Met hun kop of met hun knie of met hun gat. Allee, het zijn allebei bikkelaars in de box, maar die komen zelden in de positie dat ze dat kunnen doen. Gewoon proberen een bal erin te roefelen. En dat komt omdat er nog geen voorzetten komen. Omdat onze flanken altijd tegen hun voet staan, denk ik dan als amateur tacticus Bob. Dat is een bemerking wat mijn buurman op de tribune gisteren, een goede maat van mij, Pieter, zei van... Want ik zei ook, maar hij die staat tegen zijn voet. En hij zei, maar maat, dat is een profvoetballer. Ja. Eigenlijk is het... Nee, eigenlijk is dat toch gek dat je als profvoetballer maar ene voet hebt. Je zou toch... Die mannen zijn vanaf hun, 8 jaar, dagelijks, dag in, dag uit, bezig geweest met voetballen. Waarom is een Kevin De Bruyne een... Oké, dat is dan... Maar een Jansen is wel tweevoetig, hè? Perfect.
Ja, ja. Maar is dat iets dat je op jonge leeftijd wat moet leren? Hè? Als je 18 bent, dan is dat te laat. Nee, nee, dan is dat te laat. Maar het feit dat die, dan, dat klopt toch niet? Dat is alsof je morgen bij een bakker binnenstapt en zegt twee klerkjes en een koffiekoek. En zegt, ja, die koffiekoek kan ik, maar die eclairs, dat kan ik niet. Dan zeg je ook van een bakker, zeg je. Enfin, ik vind dat altijd vreemd. Dat profvoetballers dat niet kunnen. Ik volg daar deels in. En wat deel niet? Omdat een crossbal trappen met een slechte voet, dat vind ik dan al moeilijker. Zelfs als je een profvoetballer bent, als het in je linkerbeen of in je rechterbeen, afhankelijk wat je geprefereerde voet is, er niet in zit, ja, dan denk ik nog van een stukje oké. Maar je zou op de minste toch wel moeten kunnen passen of combineren met twee voeten. Allee. Maar zelfs toch een center trappen. Okay, ik kon dat ook niet, maar ik ben niet verder geraakt dan derde provinciale. Dus dan is dat normaal, vind ik. Maar van de gasten, zeker gasten gelijk naar Jansen. Jansen is een slecht voorbeeld, want die heeft dat nu. Maar een Stengs, of ik bedoel, die heeft toch top Nederland gespeeld, is international, die heeft in Frankrijk gespeeld. Je zou toch verwachten dat hij wel twee voeten heeft. Maar evengoed, en met alle liefde voor onze Joff, die kan zelfs denk ik niet met rechts uit bed stappen, want dan valt hem. Hij is bij me niet van spreken. Ik vind dat altijd heel vreemd. Maar. Ja. Goed, we hebben heel veel vragen gekregen van, op Twitter, dus ik stel voor dat we er wat gaan overlopen. Jonas Veur. Die vraagt onder andere, wat kunnen we doen om het tempo omhoog te krijgen, Ziggy? En dan bedoelt hem wellicht niet op de tribune bij het zingen van Antwerp is Unbelievable, maar eerder op het veld. Ik denk misschien eens kritisch naar ons middenveld kijken. Omdat ik vind dat het daar ook wat sputtert vaak. Mm-hmm. Dat het daar ook de tempo uit de wedstrijd gaat, omdat het te inspiratieloos is daar en dat we misschien allemaal een tikkeltje meer hadden verwacht van Ekkelenkamp om daar wat schwung in te brengen. Maar ja, dat blijft uit. Ja. Ja, daar heb je met een Redja normaal wel een goeie in, die vaak al twee stappen verder denkt en een bal in één tijd kan verleggen en waardoor dat je veel meer tempo krijgt en creëert. Ja, we zitten nu in de situatie zoals is en ik denk dat we er kat en kat kunnen noemen, dat we Redja niet meer gaan zien voor onze winterbreak, die al langer is dan voorzien. Die moet nog een WK gaan shotten, hè, Redja, dus hoe gaat hij terugkomen? Met volgepafte longen misschien, ik weet niet. Maar ja, ik vind dat een opvallende ding en ik denk, ja, kunnen we daar eens naar kijken? Kunnen we daar gaan moven? Maar ja, ook de spoeling is dun van creatieve middenvelders. Mm-hmm. Ja, dat zag je wel. Het verschil met Anderlecht, die met Verscharen en Refail of twee gasten hadden, die eigenlijk heel veel afhaakten en tussen de linies liepen en dan speelbaar waren. En hoog dus probeerden het spel te gaan verdelen verder. Dat hadden wij... Allee, bij ons lukte dat zo niet. Of dat werd ook niet geprobeerd. Dat is niet de bedoeling van ons spel, denk ik. Maar... Het was opvallend hoe snel de Anderlecht soms naar de overkant was en gevaarlijk kon zijn. En bij ons duurde het allemaal lang. Dat was Youssouf, nog Gerkes, nog Pacho, nog terug naar Gerkes, terug naar... Het gaat traag en dat is wat Jonas bedoelt. Dus hij vraagt oplossingen. Bob, heb jij een oplossing? Nee, ik heb het gisteren ook tegen jullie gezegd. Op zo'n moment, ik wil nooit Gert Verheijen zijn. Maar op zo'n moment wil ik Gert Verheijen zijn. Omdat je dan, ik vind dat een slimme voetbalmens, die zegt vaak de juiste dingen. En ja, die kunnen dan zeggen, ja, maar dat ligt daaraan. Hè? Ja. Schuif die we 16 meter naar achter of zo daar en daar. En die hebben zo... Ja, en ik ben niet slim en al zeker niet op het gebied van voetbal. Dus ik heb geen idee. Ja. Maar ik volg de Ziggy wel in dat middenveld. We hebben drie... soortgelijke spelers daar lopen. Ja, enfin, stofzuigers en harde werkers en roefelaars. En, maar inderdaad, zo een stylist zit daar niet echt. Hoewel die ballen, dat Ekkelenkamp daar, ik weet niet welke match, maar die heeft daar een paar assists gegeven met zo van die fluwelen. In een biljart noemen ze het strekstootjes, denk ik. Dat is allemaal zo, zo van die epitietjes en dan juist een effect. Dus misschien kan hem het wel, maar ja. Dat komt er in ieder geval niet uit. En om dan terug te komen op dat we Anderlecht
een zwakke ploeg vonden. En zeker gisteren niet al te bijster voetbal bracht. Een bijster spel lag. Vond ik die wel, zeker in de eerste helft, dan, toch door een Rafaelov en een Verscharen met iets meer lef en vrijheid naar voren komen als ze kwamen opzetten. En dat mankeerde ik bij ons wel enorm. Mm-hmm. Oh, en met de Amouzou deze diep kunnen sturen. Toch een wapen, hè. Ja. Iets dat wij momenteel niet echt hebben. Iemand die je echt op snelheid kunt wegsturen. Nog een belangrijke vraag. Is de pornstar Martini al helemaal uitverkocht, Ziggy? Heb jij die allemaal opgesloeberd? Nee, want ik lust geen Martini om te beginnen. Okay. En ik denk vooral dat niet paste in het imago en repertoire van de club. En dat ze dat toch maar snel hebben aangepast. Ons Ria is er eigenlijk al moeie mee aan de woorden. Ja, ja. Die staan, al die pornstar Martini's, die staan daar in de loge van de geizers. Zal ik dat hier wel bijhouden, mannetjes? Alright. Joni, ons goed bekende Joni, die vraagt of dat middenveld Youssouf, Ekkelenkamp en Balikwisha een idee is. Dus Balikwisha op de plaats waar Ekkelenkamp nu staat, denk ik dan. Ekkelenkamp de plaats van Gerkes. En Youssouf is gewoon Youssouf. Kan wat meer creativiteit brengen misschien. Meer. En dan Valencia Stengs. Ja, dat zijn volgende dingen. Moet Valencia in de basis? Dus nadat je Balikwisha naar het centrum trekt, dan kan dat. Gerkes moet dan het kind van de rekening worden in heel die oefening. Stengs zou kunnen blijven staan of... Moeja. Ik vind dat moeilijk voor het spelverloop dan een beetje te gaan voorspellen. Zeker tegen Brugge gaat Valencia... die intensiteit dat hem soms toch wel in zijn spel meedraagt en dat explosieve kunnen volhouden een heel match. En wat gaat het dan doen? Ik vind Valencia anderzijds wel een troef om te kunnen brengen. Ik denk dat hij op termijn ook wel meer verdient dan enkel zijn invallersstatuut dat hij momenteel heeft. Maar ik zie daar de oplossing persoonlijk zelf niet. Ja. Het is wat je zegt op termijn. Hè. En je mocht nu toch niet verwachten dat je een gast van 19 de sleutel op de deur gaat. Ah, nee, zo de hoe zeg je, diegene gaat zijn die het alles de boel gaat omdraaien. En ons terug in de winning mood gaat steken. Ah, dat kan, hè, maar ik zie het ook niet. Ik zie die graag bezig. En er gebeurt altijd wel iets dat, als hem invalt. Maar er is ook een verschil tussen invallen... En starten en die match onmiddellijk pakken. En, Okay. Hoeveel backs moeten wij gaan kopen in de winterstop? Ja, Christophe Daanen. Gewoon één. Dat is de sleutel tot succes. We hebben wel een linkse back nodig. Ik denk dat we akkoord kunnen zijn. Minstens één linkse back. By the way, meteen een bruggetje. Ik heb het gevonden op Instagram van de club. Sam Vines liep een breukje op ter hoogte van de enkel en werd ondertussen met succes geopereerd in het AZ Monica. Dat is alles dat we weten. Bon, dus die mens is zeker 2 maanden uit, zou ik dan denken. 3 tot 4, dacht ik zelf. 3 tot 4, vallen of zo. Het is, niet iedereen is Michael Frey. Dus daar moeten we zo een vervanger voor hebben, want hij had nu al niet echt concurrentie dat echt een linkse pot was. Avila. Kan er nog altijd doorkomen of mogen we dat stilletjes aan begraven? En dan hebben we nog Krasnici natuurlijk. Die heeft ook tegen zijn voetstal daar, denk ik. Ik wou juist zeggen, Krasnici is geen zuivere linkse poot ook niet. Dus om dan de brug te maken, misschien al nog donderdag, naar het bekerduel, zie ik misschien wel de mogelijkheden om Krasnici eens terug te posteren en te gaan kijken. Ook met het oog op zondag. Om eventueel krachten te sparen voor anderen. We zullen zien. Ja, we gaan niet moeten doen, want goed was het niet van onze vriend Bataille. Helaas. Er gaat het moeten gebeuren. Dus al zeker één aan links en bak. Moet er op rechts ook iets bij? Of, ja, want als Bataille niet voldoet voor ons niveau, voldoet het dan wel op rechts? Dat is de vraag. Maar gaat het dan 3 rechtse backs hebben? Is dat niet wat veel? Je kunt ook mensen verkopen natuurlijk. Hè? Spelers. Dat is waar, ja. Als je bijvoorbeeld een Bataille laat gaan, dan kun je een rechtsbak ook nog gaan halen. Daar heb ik geen voorkeur.
Okay. Links moet Christophe Dane. Maar die was al aan het blijten na, op Oostende. Ja, maar het is de moment. Dankjewel, Koen. Nu moet hem dankjewel, Koen van der Elst. Koen van der Elst, om dat te melden op Twitter. Ja. Hij is het beu in Kortrijk. Nu las ik in de commentaren ook wel iemand... niemand kijkt voor zijn plezier naar Kortrijk, behalve die 12 supporters van hen. Maar er was wel een Kortrijk supporter die zei van... ik veronderstel dat een Kortrijk supporter was. Die zei van... Die is al wel een seizoen niet goed bezig, Christophe Dane. Mm. Dus, maar die paar keer dat ik hem gezien heb, ik vind dat... Ja, die heeft ons DNA. Ik wil zeggen, dat is niet aflatend. Dat is een Richie De Laat in pocketformaat. Ja. Die een goede center... Die gaat er 90 minuten lang gaat die de lijn af. En die gaat ook de lijn af. Die al 3-4 keer op een helft haalt die de achterlijn. Mm-hmm. Ja, dat klinkt als... En hij kent de competitie. He, dat is onmiddellijk inzetbaar. Ja. Ja, ik ben er niet tegen. Op zich, match dat je hem zien spelen tegen ons dan. Die waren toch meestal degelijk. En dat een goede voorzet en perfecte mentaliteit. Dus ja, van mij mag je dat. Dan is 30, 31, 32... 35. Wie doet beter? 35, niet denk ik, maar... Nee, de Ziggy zie ik naar zijn laptop... Om te eerst. 32. 32, voilà. Kijk, dan heb je toch nog 3 goede jaren. Ja, en als je eigen verzorgd als prof, dan zou dat moeten lukken. Bjorn Oris vraagt of dat we, als het dan bleef, kunnen stoppen met fluitconcerten. Moet ik de mengs wel in bijtreden? Ik vind dat... Beetje bizar. Oké, times have changed. Maar een 0-0 tegen Anderlecht en dan massaal uw spelers uitfluiten, dat is toch iets raar. Hè? Dat is wederom zo'n dingetje van... Als je 10 jaar geleden tegen ons had gezegd dat we dat zouden meemaken op Den Bosch, dan hadden we ons allemaal zot verklaard. Maar sowieso zal ik nooit mijn eigen ploeg uitfluiten. Ik vond het raar om te zien dat er toch wel veel mensen... heel enthousiast meedelen met dat uitfluiten, zie je. We have pulled een Anderlichtken tegen Anderlicht. Ja, absoluut. En ik vind dat er van supporteren dan nog weinig overblijft. Ja, ik stel me aan de vraag, wat gaat er gebeuren als wij een seizoen zevendes zijn, of elfstes? Wat dan? Dan weer kot afbreken en... Dan gaan we meer lawaai maken met 3000 man gelijk in de taart. Met dichte mannen. Ik was erbij op Viertan. Allee, joh. Maar gollo. Gewoon raakletten, zeg. In de regen, in de wind. Nee, ja. Ik vind, ja, je mocht ontevreden zijn over de wedstrijd. Maar om dat dan te laten manifesteren in boegeroep en gefluit... Mm-hmm. Vind ik flauw. Zijn wij echt zo'n flauw publiek geworden? Ik vind vooral, en mijn grootste probleem daarin is, als je dan 90 minuten je bekjes niet opentrekt om mee te zingen en sfeer te maken, om dan wel te gaan liggen fluiten en boeroepen, ja, dan kun je beter gewoon misstappen. Ja. Je kunt beter gewoon niks zeggen en gewoon tafbollen. Ja. 10 seconden voor taffluiten of zo. Dan heb je voor mij geen meerwaarde op de Boshal. Om het even uit de hoogte te klappen, ja. Maar ja, ik ben er redelijk gefrustreerd in. Bob, waarom was dat nodig, al dat fluiten en boeien? Oh. ik heb niet gefloten. Nee, weet je wat ik ook vind? Als je kunt een slechte match spelen, en je kunt nu, zoals nu, 4, 5 mindere matchen aan elkaar spelen, maar zolang dat er inzet is, en als ze zo dan vind je dat allemaal geen probleem, maar gisteren... De Laat heeft gewerkt, Yusuf werkt altijd hard. Mm-hmm. Alderweireld kon er weinig van zeggen. Pacho was redelijk secuur. Ik bedoel, er waren wel een hoop lichtpuntjes. En ook op Charleroi hadden wij gewoon altijd moeten winnen. We waren daar eigenlijk gewoon de betere voetballende ploeg. Ja. Dus mochten nu echt al 5, 6 weken zo de tamzak uithangen en uw man laten lopen en dat soort dingen, dan zou ik het ergens nog begrijpen dat mensen gefrustreerd zijn en beginnen fluiten. Mm-hmm. Maar nu, ja, het zit gewoon even tegen. En ja, voor hetzelfde geld zit het nog heel seizoen tegen. Ja, en dan worden we zevende. Ja, oké, heel spijtig dan. Maar... Ja, voor mij is dat ook niet echt een reden om eigen spelers uit te fluiten. Maar goed, hier is een dingetje. Roberto vraagt op Twitter of dat het Pyro-spektakel misschien wel
georchestreerd was. Want er was veel meer controle dan anders aan de inkom, zegt hij. En toch zoveel vuurwerk in het stadion. Dus wij hebben ook al wel horen waaien dat er bepaalde afspraken zijn met harde kern en dan misschien sommige mensen in het bestuur en zo. Dus ja, leven en laten leven, denk ik dan. Dus het was, denk ik, inderdaad opvallend makkelijk om met hilderstokken van anderhalve meter binnen te geraken aan vuurwerk en hoe heet dat allemaal? Romeinse kaarsen en andere stuff. Dat steekte niet echt in uw onderbroekje. Ook niet in uw poepengaatje. Volgens Lorien Parijs. Dat is echt wel een uitdaging. Dus ja, het kan bijna niet anders dan dat er iets of wat laksheid is getoond. Bob, zwaar. Tuurlijk. Ja, ja. Ik heb de laatste keer dat ik een Bengaal heb afgestoken, was in. Was dat geweest zijn? 2000 of zo. En dat was de derby Excelsior Esse tegen Wildert. Oh, in derde provinciaal. Of Wildert of Horen? Nee, Horendonk. Horendonk. Dus ja, geen idee. Ik ben niet mee met pyrotechnisch materiaal. Ja. Nog een paar kleine vraagjes. Antwerp New South, die vraagt op Twitter. Of dat we vinden dat Van Bommel ons iets bijbrengt op dit moment. Hij vindt het niet beter dan onder Priske. Angsthazenvoetbal, noemt hij het. Is dat dan de Hollandse school, zegt hij. En heeft die man wel een plan B? Houdt koppig vast aan iets dat nu niet meer lijkt te werken. En de tegenstander heeft ons misschien wel door, Ziggy. Dus meneer Antwerp Nieuw-Zuid, hij zegt gewoon eigenlijk bommelboten. Ik vind dat kort door de bocht. Want ik zeg het... Een paar weken geleden tegen Genk vond ik het echt nog wel goeie voetbal. Mm-hmm. En ja, moeten we het onderdeel afspitten van een efficiëntere tegenploeg? Op Charleroi was het, waren we beter tegen een slechte ploeg, maar gaat een bal er ook niet in. En gisteren was het effectief gewoon wel wat minder. Dat was de mindere match. Mm-hmm. Misschien de minste van het seizoen tot nog toe. Maar om nu al te zeggen van, ja, is deze dan de famous merk van Bommel met de Hollandse voetbalschool? Ja, een momentopname. En denk als we tegen Genk een punt pakken en vorige week winnen op Charleroi, dat we er al heel anders zouden tegenover staan ook. Ja. De Pasquinel Nijs, die zegt op Twitter ongeveer hetzelfde van Bommel. Dat zei in zijn eerste interview dat hem voor voetbal stond dat snel en agressief en naar voren was... Maar er blijft niet meer veel van over, zegt hij. Behalve misschien agressie, een beetje. Maar dat vond ik eigenlijk gisteren ook niet. En nee. Dat mis ik eigenlijk... Dat is juist een aspect dat ik een beetje mis van de afgelopen jaren. Dat is dat we te weinig klootzakjes-mentaliteit hebben. Van, dat we onder beloning bijvoorbeeld wel heel erg terugzagen. Met spelers à la Dino Arslanagic en Jelle van Damme, noem maar op. Mm-hmm. En dat mis ik nu een beetje. Dus ja, die agressie... Een De Laat doet er nog altijd. Gezien. En je ziet ook... dat wel. Als een De Laat het in zijn kop haalt, hè, van zo even weer een ritchieke te doen, dan direct zat heel het publiek erachter. Hè, en dat is ook omdat dat ritchie is, maar Youssouf heet dat ook. Ik wil maar zeggen, die agressiviteit die wordt beloond door ons publiek. Dus als onze spelers dat iets vaker zouden doen, dan zouden ze merken dat die synergie wel op gang kan brengen. En, ik blijf er ook zwaar op mijn honger zitten vaak. Dat kan zijn bij hoge ballen aanvallend in ons voordeel. Dat er te weinig wordt ingegaan, te weinig wordt afgedwongen om die bal te veroveren. Maar ook 50-50 situaties die soms wel afwachtend worden ingegaan. En daar word ik aan betaald van, ja. Dus dat mag wat steviger voor mijn part. Onze eigen Ben Jacobs, die is hier nog aan het... speculeren om misschien Lyle Foster van Westerlo naar Den Bosch te halen. Dat is de speech. Dat is dan ook niet per se het hoogste op ons lijstje, denk ik. Er zijn nog heel veel vragen, ook over transfers en zo. Ik stel voor dat we dat later gaan behandelen. We hebben binnenkort een anderhalve maand te overbruggen tijdens het WK, dat we toch niet over een Antwerpen lullen. Dus dat gaan zo'n dingen zijn dan. Rafailov is nog altijd niet vervangen, wordt er gezegd. Ziggy, wat wilde jij nog? Waaien of niet waaien? Ah, oh nee, dat was onbewust. Excuseer. Zal ik doorgaan? Ik wil nog een goede 10. Een goede spelmaker.
Ja, 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 dat wordt er ook gezegd. Een type Mercier werd op Twitter genoemd, of een Rafailov, eindelijk eens vervangen. Verscharen, heb ik met mensen gisteren over gehad op de tribune ook. Dat dat toch ook... Allee, dat ik die wel jaren bij ons zou zien, dat is een type dat wij momenteel niet echt hebben. De Nikkelkamp kan dat, heeft dat laten zien, maar het komt er momenteel niet zo uit. En de Ben Jacobs zegt ook nog eens dat het straf is dat wij de... dat wij de tweede beste schutter na Onwuachu van de laatste jaren op de bank hebben zitten, Michael Frey. Die moet erin als stelling, maar wie haalde er dan uit? Moeilijk, hè? Moeilijk, want ik denk dat we niet per se Jansen er hadden afgehaald voor Frey. Ja, nee, dat is een belangrijk moment, hè, in de match. Dat Van Bommel eigenlijk ook voor de eerste keer echt uitgefloten wordt, zal ik het maar zeggen, zeker. Jansen gaat eraf. Er wordt een heel fluitconcert gegeven. Dat was niet gericht aan meneer Jansen, maar wel aan de trainer die hem eraf haalde en verving door Michael Frey. Ik denk dat de meeste mensen liever die twee tezamen op het veld hadden gezien om een goaltje te maken. Bob, jij ook? Nee. Ja, nee. We hebben het er gisteren over gehad. Hè. Ik zie het niet. Ze mogen me altijd bewijzen, mijn tegendeel bewijzen, maar Frey en Jansen, ik zie het samen niet. Ik vind dat twee bonken die graag in duel spelen. Met hun gat. Jansen speelt graag met zijn gat naar de goal. Frey niet, maar Frey is zo. Ja, die. Dat is een maar beetje. Allee, we willen winnen, hè, tegen Anderlecht. Mm-hmm. Het is nodig als je van boven wilt midden, dan moet je al je thuismatchen sowieso winnen. En het is nog altijd 0-0. Nou, nog 20 minuten te spelen. Je speelt tegen, hoe noemen ze, De Bast en Delcroix. Als je daar dan een Frey en een Jansen tegen plakt, daar kunnen toch wel iets. Daar kan het toch iets uit de kast vallen. Het is aan mijn mottig scrimmage voetbal, maar I don't care. Ik wil de goal gewoon zien vallen. Dus dan denk ik wel dat hij het kan uithalen. Niet om het academische voetbal te spelen voor 80 minuten lang, maar als er iets moet geforceerd worden, gewoon doen. Het doel heiligt de middelen, inderdaad. En meer vuurkracht voor het doel. Waarom niet? Ik vind ook niet dat het complementair moet zijn, want dan zouden we gewoon kunnen starten met twee spitsen. Maar ik denk gewoon vooral in de fase van dat je toch redenen tegen de touwen wilt laten hangen en dat je er dan gewoon extra firepower mee op smijt. Ja. En Jansen heeft nu veel werkethiek en duelkracht. En je zet er dan met Frey ook iemand bij die die gaten in duikt. En ik vind dan wel dat Jansen iets sterker voetballend is. Dan denk ik wel dat je een extra troef in handen hebt om een tweede spits erbij te smijten. Ja, ik zou dat ook doen. Bon, we spelen nog voor de Beker, de donderdag. We spelen dan nog op Brugge en dan daarna is het een lange, lange break. De vraag naar jullie is, gaan jullie naar de Young Reds gaan zien in die lange break? Ja, want ik zoek een excuus om mijn pintjes te kunnen gaan pakken. Okay. Nee, ik zou dat eigenlijk wel graag doen. Ik ben er met onze goede vriend Dylan van Rooij ook al een paar keer over bezig geweest. Okay. Dat we misschien eigenlijk... wie weet, met luisteraars of met de vierkante paal. Een vierkante busje inleggen. Ja, in zoiets moeten opzetten. En nog eens jolig vanouds gaan zingen en een pintje drinken. Ja. Of in de mop zijn geval, een Fanta of een water. Dat kan allemaal. En ik kan met de fiets komen, dus eigenlijk... ik kom alles naar de Bosuil met de fiets. Maar Ligier is eigenlijk nog dicht bij Herentals, dus... Ja, dat is eerder een Honda Goldwing dat je hebt, in plaats van een fiets, hè. Weet je wat dat is, een Goldwing? Ik ken dat, ja. Dat is, dat is zo'n halve caravan op twee wielen. Ja, ja. anyway, dus ik wou zeggen, de Young Reds die spelen een thuismatch op 20 november, zie je. Haal je kalender boven, tegen Ninove. Living the dream. Ja, ja. Ninove thuis, altijd moeilijk. Die staan 16e en onze Reds die staan 10e. Dan speelde die ook nog wel eens een uitmatch. Meteen die week daarna zeker, 26. Oh, op Jong AA Gent. In de Geen wijze verplaatsingskin, hè? Weet wel, jaloe, maar ik zweer het iets wel. Ik
keihard plezant. En daarna thuis... En daarna vlak naar Deuverpoort. Deuverpoort, moest ik groot friet stoofvrij. Daarna thuis op 3 december tegen Winkelsport. Dat zijn hier affiches, jongen. Heerlijk. En dan nog eens naar OHA Leuven, U23, op 11 december. En dan ontvangen we Dessport op 18 december. Dan is het ook de vandag, denk ik, of is dat de 17e december? De vandag van de club. Voilà, en dan is het 20 keer vol geboekt. Dus klinkt je kunt enorm aanlokkelijk. Nog een 5 beurtenkaart afvinken. Gaat tof worden. Kom. Over vandag gesproken, de club heeft een vandag. 17 december, ik wil er vanaf zijn, ergens in die periode. Maar de vierkante paal heeft ook een vandag. Ik heb dat zelf nooit een vandag genoemd. Maar gisteren noemt dat ook alsjeblieft. Mensen naar mij gekomen om te zeggen, oh, ik kom naar de vandag. Het is dat alsjeblieft geen vandag. Ik vind het heerlijk. Dan voel ik mij als... Het roept de sfeer op van de familie of thuis vandag. Dus de Hans heeft al gezegd dat hem... eigenlijk heel een tijd gewoon op een stoeltje gaat zitten, achter een tafeltje en gaat signeren. Eender wat je wilt dat hem signeert, dat signeert hem. Dus bij deze is de uitdaging gelanceerd. Moeten wij dan ook zo'n merchandising hebben? Ja, we moeten nog grap gaan maken. Zo'n koffiemokken. Kun jij goed naaien en borduren? Ja, zo'n koffiemokken en zo. Zo'n in Play-Doh, in klei. Komt goed, we gaan dat proberen. Hout wat vierkante paaltjes maken of kleine doeltjes. Oh, inderdaad. Allemaal €25 het stuk verkoop. Dus bij deze nog eens een warme oproep. 4 december in de kantine van FC Ekeren. Het is ook met voetbal op tv. 2K weliswaar. En dan een live opname s'avonds. Komt helemaal goed. Goed, wat moeten wij nog bespreken? Ah ja, nog over de match. Eigenlijk ook wat twee belangrijke dingen dat we gemist hebben. Buté. Er wordt doorgegaan op Buté. Moet dat niet gewoon rood zijn? Het was voor mij was het 100 meter verder, voor jullie ook, denk ik. Ik heb nog geen beelden gezien, maar dat zag je misschien wel grellig uit. Wie maakte de fout? Amuzu, denk ik. Dan is het rood. Denk ik. I don't know. Als het Kenny Thompson had geweest, had het sowieso rood. Dat denk ik wel, dat denk ik wel. Dus oké, wij zijn akkoord. Sowieso rood en penalty voor ons. En dan ook nog eens penaltyfase met Bataille. Dat was een minder verlicht moment in het hoofd van Jelle Bataille. En op wie was de fout? Ik denk Amuzu. Geen penalty dan. Bon, dat was dat. Dat is goed, dat is makkelijk. Nee, ik kom snel over. Komen we goed mee weg. Ja, ja, tuurlijk. En dat is penalty. Hè? Als dat aan de overkant gebeurt, staat wel maar te roepen dat penalty is. Het is penalty, maar bij mij is dat gewoon... Vorig jaar is Amuzu 3 keer komen scoren op Den Bosuil. Die jongen kan niet shotten. Dat is... Ik weet niet waarom dat je dat zegt. Ik vind dat best. Omdat hij niet kan shotten. Die is rap, ja. Die zou een hele goede 200 meter loper zijn. Maar die heeft ooit 3 keer gescoord en dat is dan tegen ons. Dus ik vind dat ophemelen van Amuzu, ik snap het niet. Dat is een Sisse van de Lidl. Ja, of een... Lidl Sisse, dat is een rapman. Nee, niet de Sisse van de Lidl. Dat is een Sisse van de Lidl. Nee, geen Sisse, maar dat is een... Ja, jawel, want je heet Francis. Ja, ik weet het, maar ik zie nu zo de speler aan het denken dat daar de gelukte versie van is. Ja, fijn, kom er niet op. Maar fijn, die kan hard lopen en zo, en dus misschien wel dribbelvaardig, maar als je op snelheid is het makkelijk om iemand voorbij te geraken als je heel snel bent. Mm-hmm. Maar ik vind dat geen goede speler, dus maar los daarvan, het was wel penalty. En, ja. Donkergeel. Maar evengoed, Pony heeft gisteren ook, Pieter Gerkes heeft gisteren ook donkergeel gekregen, want dat had evengoed rood kunnen zijn. Dat is mij ook wel wat ontgaan. Zoals alle betwistbare fases in mijn snadeel. Die heb ik altijd zo niet goed gezien. Jij wordt altijd weer aan het fluiten, hè. Ja. Ik heb echt een pint op mijn kop gehad gisteren. Niet van iemand die ermee smeet, maar iemand die zo struikelde en echt zo'n halve pint zo los op een bal gehad. Onaangenaam. Niet gevochten, maar toch onaangenaam. Je zult wel weer vers ontdoen in mijn gezicht. Nee. Misschien wel. We gaan naar onze vandag en dan... donderdag, bekervoetbal.
allee, toch relevant yes. voor ons bekervoetbal. Want ze yes. beginnen al ten dinsdag, denk ik. Begon nog Beveren. Ik niet. Zie ik, wat jij? Ja, jij wel. En in het beste geval zonder plaster. Ook. Ah dus, ja. Hey. Ineens knokken, terug in de plaster. Oeh, knokken. Nee, Beveren, hè. Hoi. Bob, ga jij? Ik zou graag gaan. Ik ben aan het kijken of dat me gaat lukken hier thuis. En ah ja, en is het nog mogelijk om te gaan? Oh, wel, dat je dat niet goed weet. Ik zou zelfs eens moeten kijken in mijn mail. Want ik heb congé, dus dan laat ik mijn mail wat gerust. Of hij mij. dus ik zou eens moeten zien wat er nog kan ingeschreven worden. Maar ik heb wel goesting om te gaan. Zo. Beveren is op zich nog wel een tof uitvak. Dat is zo klein en je zit al op elkaar opgestoemd daar in de hoek. Maar ik vind het nog wel tof. En ja, die uit terugzien en... Er zijn er een paar, hè. De Dekker. En Corentje Klein Konijntje, speelt hij er ook? Ja, zo onrespectvol. Ja. Nee, dat is een bijnaam die ik ooit eens heb horen waaien. En ik vond dat is blijven, hè. Corentje Klein Konijntje. Joren Brandeel. Over bekerhelden gesproken. Ja. De man van Tempo Overijssen. wie hebben we nog? Alexander Corijn, inderdaad. Alexander Vukotic, die het met anderhalf been... door onze transferdeur was, maar dan uiteindelijk toch niet mocht komen. Wie hebben wij nog? De oude bekende Joachim van Damme, niet van Louis Jons, Verstraten. De Louis Verstraten, voilà. Dat is Sander Koopman. Hier, jij hebt ook de website openstaan zien. Ik heb dus dat zijn beste bekende namen. En dan Dieu Merci en Bocani, die nog net zo in dat fotokadertje past op de website. Je moet snel eens wat bukken om erin te passen. Maar hij past erin, dus ik ben blij voor hem. Ja, dat is levensgevaarlijk, hè, de Dieu. Ik had echt gehoopt dat we die nooit meer tegen ons zouden zien spelen. Daar heb ik al wat schrik voor. Ja, ze gaan daar Pacho tegen zetten, niet de Alderwereld. De Alderwereld laat ze vaak nogal wat vrij om ze de boel te regelen. Gaat jij spelen ook? Een andere wereld, hè. Gaat er misschien gepuzzeld worden? Je zit met een topper nog tegen Brugge zondag. Dus ja. Almeida, Pacho dan? Ik stel de vraag, hè. Je zou kunnen denken van dat ze misschien een aantal andere jongens de kans gaan geven. Ik zie op middenveld misschien ook wel eens een opportuniteit misschien... om een Vermeeren te laten starten. Gemiste kans om Scott te zeggen en Ben Jacobs een dag goed te maken. Nou, Christopher Scott, dat zou ook zomaar eens gewoon kunnen. Hè. Ik neem jullie graag mee naar ongeveer 1 jaar geleden. Nu het scherm vervaagt en wordt dan terug scherp. We zijn in het Kuipje van Westerlo. 16e finale van de beker, 2021. Toen dachten wij ook, we zullen hier eens een beetje schuiven. Wij zijn wel goed bezig, Westerlo ook. Maar ja, dat is een tweede klasse. Hè. Het is niet omdat die van boven staan, hè, dat we er schrik van moeten nemen. Kletsboom. En verdiend toen, hè? Sowieso. Mai. Nou ja, die waren goed. Beveren is goed. Iets minder goed dan dat Westerlo op dat moment was. Maar ze staan ook al bovenaan in de Challenger Pro League. Het zijn al 10 thuismatchen op rij ongeslagen. In de competitie sinds augustus ergens, denk ik, niet meer verloren. Dus ik zou er ook allemaal niet te meewarig over doen. Dat is geen hapje. Ja, en het is vooral zo... Het is nog 2 matchen, hè. Ik bedoel, mochten nu echt zo... Oké, voor Alderwereld, ik neem aan dat hij mee naar het WK zal gaan. En ik neem aan dat hij daar zal spelen. Dus die zal misschien kunnen zeggen van... Coach, Brugge wil ik... Daar wil ik zijn en daar wil ik nog risico's voor pakken, maar... Maar inderdaad, ja, andere spelers die... Het is 2K, het is nog 2 matchen, kom spelen. Anderzijds kan het ook zijn dat ze bij Beveren wat voorzichtiger aan doen. Die moeten naar Lierse Kempenzone zondag. Dus dat brengt ook wel nog opportuniteiten. Ik heb al naar de Wim de Dekker gestuurd dat de competitie belangrijker is voor hen. Dat is het is maar een beetje rustig aan. Hij heeft alleen maar een emoji teruggestuurd. Ik heb dus een nummer ook nog de risk. Ik zal hem dat zo leuk sturen. Ik vind het wel plezant, want we kunnen nog eens een blik met oude liedjes open doen. Hè. Dat is waar. Iets over een klein konijntje van een pop. Nee, sorry aan Alexander Corijn, want ik vind dat eigenlijk een hele fijne gast.
En dat was eigenlijk trouwens heel een anekdote van op stage in Spanje. En ja, wij moesten daar elke dag moesten wij daar wat video's maken. En ja, je zei snel rond. En dan, ja, dan kom je bij Batu Binsica, die coiffeur was in zijn vrije tijd. Ja. En dan hadden we toch eens van, kom, een rondleiding op de kamers. En ja, al die spelers, de ene ging tennissen 's middags. Geoffrey Hermans ging altijd tennissen. De andere, die zat wat te... Die Elle Van Damme, die ging golven. En Corijn, die had zo'n heel dikke boek mee over, gaan we zeggen, de oorlog tussen twee onbekende naties in 1423. En die zat dan zo echt zo... te lezen. Dus ik vond dat wel, ik vond dat aangenaam. Ik vond dat verfrissend voor een shotter, dat hij zo niet... Je hebt enkel de buitenkaft gezien. Wie weet zat de Playboy erin niet in. Nee, ik durf te betwijfelen, maar... nee, dus... Of de dissectie van het lief klein konijntje. Was spijtig dat je gezegd hebt. Ja. Dus ik zeg het nog eens, we mogen ze absoluut niet onderschatten en we moeten dat serieus aanvatten, die match, en niet te min enzovoort, maar de voorbije 4 matchen tegen Beveren hebben wij glorieus gewonnen, telkens minstens 3 keer gescoord. Dus dat gaan we daar gewoon terug doen. Hè. Dus wij moeten gewoon Ampoma, opnieuw 3 keer scoren en geen 3 goals binnenlaten. Ampoma zit niet meer in onze kern. Avadongo mist hem nog elke dag. Want hij loopt hier blijkbaar nog wel rond om zijn tikkaartje elke dag af te tikken. Maar zo, een shotter gelijk Avadongo, die doet dan niet mee met de Young Reds. Wat doet hij dan op de club? Gewoon trainen. Trainen en in het zwembad gaan. Maar trainen met wie? Mee. Bij wie? Met de Young Reds. Maar die mag die niet meedoen. Nee, dat is een extra pion voor die wedstrijdvorm. Zoeken die nog zo, mannen? Want dat kan ik ook denken. Zo in dit... als je de juiste connecties hebt, Bob. Zo op training, dan wat in de weg gaan lopen en in het weekend niet moeten meedoen. Dat kan ik nog. Ja. Dus bij deze oproep, als er iemand nog voetbalschoenen heeft, maat 647, dan worden die opzij liggen. Ik kom ze halen. Oké, okay. Wat kleur? Zwart, alles zwart. Dat is goed, kan ik me leven. Ja, kom ze halen. Bon, zie je pronostiekje voor op de Vreedhiel? Een thriller. 2-3. 2 keer Dieu, merci wel. Ja. Dat zie ik ook wel gebeuren. Daar heb ik echt schrik van. Want een Bocani is nu ook aan het starten. Hij dacht dat hem iets meer tijd ging nodig hebben om in vorm te geraken. Want die eerste beelden dat we ervan zagen in een Beveren tenuken. Er had ze bekend 2 Beveren tenuken aan elkaar moeten even erin te doen passen. Maar hij is altijd fit, blijkbaar. En dan zie je ze een eerste goal en dan denkt van... Tjuh, die Kapoen, die ken het nog. Ja, en vorige week ook weer zo'n assist. Ja, dat kan het echt nog. Ik vind het fantastisch. Dus die start tegenwoordig. In hun laatste match hebben ze een 3-5-2 gespeeld. Vukotic, Bateau en Wuitens speel daar vanachter. Dat zijn 3 ervaren mannen. Ook, komt die van Mechelen, die in Bateau? Yes. Dan Corijn, Everton Louis, ook een goeie. Hogas, ook een goeie, centraal in het middenveld. Van Cerco. Van Damme, die kennen we ook. Hogas. Ik, ja. Kevin Hogas. En dan Ismaël, die ken ik niet zo goed. En vooraan Barry, is een beetje een revelatie van dit seizoen. En Bocani. Ja, echt, het wordt geen hapje. Nee. Het wordt geen hapje. En de dekker die zal ons ook wel een toertje willen lappen. Dus ik heb toch een beetje schrik voor dat we er opnieuw glansloos gaan uitliggen. In de 16e finales. Maar ja. Wat zijn we positief. Ja, sorry man. Ik kan me herinneren dat ik vorig jaar wel zoiets had van, ja, Westerlo, dat is ook graag met tweede klas. En die nee, dat had, ja, ik had dat eigenlijk niet. Die van de muur gespeeld in de eerste helft. Ja, ik had dat eigenlijk niet, omdat dat echt wel een ploeg was in de goede flow. Bij Beveren denk ik dat het dan nog net iets meer kanten kan uitgaan, maar zwart. Dat is ook wel zo. Zien. Dat is ook die zo. Gaan wel gebrand zijn om hun eigen te tonen tegen ons. Ja. Zou De Wolf spelen? Gelijk vorig jaar, je hebt net ook maar 1 match op heel seizoen gespeeld. De bekercampagne is voor u, Ortwin. 19 minutes later, gedaan met de bekercampagne.
Ik ga resoluut voor het Buté-front blijven gaan. Ja? Zelfs in de beker, ja. Gewoon alles spelen, Jean. Ja. Bob? Ik weet het niet. Het is natuurlijk wel een manier om uw tweede keeper content te houden. Maar ja, ik heb je al te lang niet meer bezig gezien. Ik zag hem zo gisteren dan uit een dugout komen, omdat Buté had dan die een doodschop van Francis Amouzou gekregen. en het was wel zo, kom Ortwin, ga eens opwarmen. En er zat wel weinig dash op, vond ik. Dus ik weet nu niet of die zo... dat is misschien heel gemeen om nu te zeggen, hij is niet gemotiveerd. Misschien was dat wel, maar... Ja, ik ben ook geneigd om Buté te laten staan. Ja. Oké, wie gaan we dan nog van ons zien? Ik zal even de niet zo evidente keuzes opnoemen. Vanachter hebben we Avila, Van den Bos, Krasnici, Almeida. Gaan een van die vier in de basis staan? Alle vier, hupsen. Alle vier, voilà. Dus geen de laat bataille patcho in al de wereld. Het is Beveren, mannen, come on. Ook fritten. Wie zit er op de bank bij de Young Reds? We zullen die laten spelen. Moet je matchritme doen. Avadongo. op middenveld, Scott, Vermeer. Haroon is nog niet fit, denk ik. Nee. Fischer. Fischer, ja, die staat op onze website bij de aanvallers. Dat zou fijn zijn als hij... Het zou een goed match zijn voor hem, hè? Als hij dan omringd is door verder wel een basiself, basistien dan. Want om die gewoon dan met wat jong mannetjes te laten opdraven, dat gaat hem niet helpen. En dat is het. Een beetje Valencia kan dan ook nog een kans geven. Springt hem erop, hè? Ja. Ja? Ik zou op het backprobleem misschien dan wel durven werken met een Krasnici. Mm-hmm. Heeft begin van het seizoen ook een paar matchen mogen spelen en ook, waaronder ook Europees. Dan denk ik, ja, waarom niet? Nou, ik zou niet teleurgesteld. Misschien een Scott ook laten opdraven. Mm-hmm. En ik zou misschien gewoon resoluut in Beveren starten met Frey tegen zijn ex-club ook. Why not? Ja. En Valencia, ja, waarom niet? Een beetje bij shuffelen. Ja, maar voordat je het weet, speelde met 5-6 nieuwe boys. Is Nainggolan al terug in de gratie, denk je? Nee, die zien we niet meer voor de winterbreak. Okay. Zunt. Goed. Bob, wat verwacht jij? 1-1 en erdoor met penalties. Hoppla, een thriller, ja, dat kan. Maar voilà dan. En de Ziggy is pas om 2:30 s'nachts thuis. Van een tripje van 10 kilometer naar Beveren. Ja. Dat is mijn voorstel. Ik rij met de Zurenborg mee, dus dat wordt nogal een plezant tripje terug. Okay. doe de groeten aan de Hans. Dan is alleen maar Kluiver. Ik heb hem gisteren gezien aan de Great Old. En, die minkt, die glundert, die straalt. Die heeft precies... ja... Ik weet niet wat ik moet omschrijven, maar die mensen hebben 2 weken congé, ik zal het zo zeggen. En hij is in de 11 na. Dus en nog een hele week om te partyen. Nog even over Beveren. Ja. Voor zij die niet naar de Freetail gaan, kunnen wij die match eigenlijk ergens bekijken? Nee, dat denk ik niet. Dat was ook de vraag van iemand op Twitter, of dat er een of andere kapoen misschien met zijn smartphone wou livestreamen. Ziggy? Insert Frankie meme name. Oh. Het enige wat je moet doen is 90 minuten lang met je telefoon in de handen staan. Nou, dat is alles. Nee. Maar je hebt wel volgens mij al zo van die lampetjes waar je ook zo'n gsm op kunt zetten. Dus ja. Je moet er gewoon de bal gewoon 90 minuten. Ja. Ja? Oh, wie weet. Dus wie weet. Verschijnt er nog iets van de regionale tv of zo? Dat is ik vind het straffend. De rechten van de Kroki Cup zijn toch integraal verdeeld over de respectievelijke zenders. Ja, maar die kiezen dan een matchje of zo. En dan verachteraf, even de verslagen, sturen dan ene cameraman over. Ja, dus maar ja, met een grote klap altijd. Voor de fans, 11. Hoeveel kanalen hebben ze? En dan gewoon resoluut zeggen, schiet omhoog. Ik denk dat dit nu bitter weinig met 11 te maken heeft, want die... Zitten die er niet mee tussen, met je rechten? Ik denk dat niet.
Ik denk dat niet. Daarmee dat de VRT vaak bekervoetballen uitzendt. Ja. En we hebben de voorbije jaren wel al wat chance gehad daarmee, dat wij wel uitverkozen waren om live te volgen te zijn op de televisie. Nu dus blijkbaar niet. Dus ja, Bob, extra reden om naar de Freethiel te gaan. Mm-hmm. En hou mij op de hoogte. Hè. Gewoon WhatsApp, dat is altijd graag. Heb je nog een rijmpje om mee af te sluiten, Thomas? Nee, nee, ik heb al mijn kruid verschoten. Dat is jammer. De intro. Volgende keer. Ik zal proberen iets een slotrijmpje voor te bereiden voor u. Daar hou ik u wel. En het rijmt op Bob. Goed, dat was toch een beetje. Ziggy, Bob, het zit erop. Tot op. Tot binnenkort. Ciao, ciao. Ciao. Binnenkort una mes met een Thomas. Echt waar.